Wij gaan vandaag 3 Spider-Man supercars verzamelen hier in GTA 5. Wij moeten voorbij deze beveiligers om deze supercar te stelen. De beveiligers staan hier letterlijk voor mijn neus en ik ben bang als ik hier voorbij ga, dan zien ze me meteen. En dan ben ik gefaald. Dus, ik heb wel een goed plannetje. We kunnen hier namelijk met de ladder omhoog. En met deze ladder kunnen we hier op het gebouw klimmen. Hallo snelweg, ik ben hier totaal niks aan het doen hoor. Ik ben hier ook niet een Spider-Man supercar aan het stelen of wat dan ook. Nee hoor, nee. Oké, ik zie dat hij daar staat. Oh, hij blinkt heel erg mooi. Moet je kijken in de zon. Oh, moet je kijken. Daar staat hij. Een dikke, vette supercar. Een Ferrari zelfs. Met mooie witte kleuren. Oké, maakt niet uit. We moeten hem stelen. Maar hoe? Want onder mij zie ik dat hier ook 2 beveiligers staan. En daar staan beveiligers. En daar staan beveiligers. Hoe gaan we dit doen? We kunnen ook gewoon met de trap hier naar beneden, denk ik. Want, even kijken. Heel zachtjes. Stop. Oké, gelukkig hebben ze me niet gehoord. Ze hebben me niet gehoord. Gelukkig. Oh. Oké, en iedereen staat letterlijk met zijn rug naar mij toe. En nu kunnen we letterlijk instappen in de dikke vette Spider-Man supercar Ferrari. Dit is de serieuze supercar van Spider-Man. Wow, er komen letterlijk vlammen uit de uitlaat zelfs. Wow. Alleen nu moeten we nog even wegrijden. Oh, Spider-Man staat hier letterlijk voor mijn neus. En volgens mij is hij niet vrolijk. Ik moet hier snel wegwezen voordat hij achter me aankomt. Let's go, snel wegwezen met zijn auto. Hij gaat sowieso achter me aankomen natuurlijk, want ik jat gewoon zijn auto. Laten we een like challenge doen. Knap blauw op je hoog binnen 5 seconden. Laten we kijken of het jou lukt binnen 5, 4, 3, 2, 1. Ja, is het jou gelukt? Heel snel gedaan. En abonneer, het is namelijk helemaal gratis. Oké, we moeten echt heel snel wegwezen, want ik ben echt bang dat hij achter me aankomt. Hé, wacht eens even. Wat is dat? Wat is dit? Enemy Spider-Man. Oké, ik heb een vijand gemaakt. Oké, dit gaat fout. Maar waar is hij dan? Ik ben stiekem eigenlijk wel benieuwd dat hij achter me aankomt. Oh, wow, oké. Dat waren spinnenwebben volgens mij. Dat waren zeker heel spinnenwebben. Wow. Er schiet daar iemand op mij. Politie, help. Politie, help. Politie. Dat is geen Spider-Man. Dit is geen Spider-Man, maar het is wel zijn hulpje, denk ik dan. Even kijken. Oh, oké. Het was zeer zeker wel zijn hulpje, want ik ben gewoon letterlijk in elkaar getrapt en ik ben nu dood. Oké, dan. Oké, Spider-Man's auto staat hier nog heel soort van. De ramen zijn alleen kapot en ik zie dat hij hier slaapt, die beveiliger van Spider-Man. Dus wij gaan heel rustig in de auto stappen en dan gaan we heel snel er weer vandoor voordat hij wakker wordt. Let's go. Oké, de auto is best wel kapot. Er zit een kogelgat in, de ramen zijn gebroken, maar dat maakt niet uit. We hebben hem in ieder geval gestolen. Ka-ching! De eerste auto is binnen. Op naar de tweede supercar. Ik kom eraan voor de tweede supercar en daarvoor moeten we in de lucht eventjes naar de Maze Bank toe met onze parachute. Ik kom eraan! Hallo! Hoppa! Ja. Ik ben er. Hallo. Spider-Man staat hier. Spider-Man, het is wel weer goed, hè? Want ik ben ze net ook al gepakt door je beveiliger, dus ja. Hallo, Kevin. Het is weer goed tussen ons. Als jij deze auto wilt winnen. Ja, ik zou hem heel graag willen winnen. Vertel. Dan moet jij 10 rondjes gaan lopen om dit platform. Dit platform? Ik moet hier 10 rondjes lopen? Dat is niet zo moeilijk. Je hebt 40 seconden de tijd. 40 seconden, maar oké, let's go. 40 seconden is veel te kort, joh. Ik kan hier toch nooit 10 rondjes lopen op de rode lijn? Hier letterlijk om het platform binnen 40 seconden. Oké, we gaan het gewoon doen. Let's go. Dit is spannend. We hebben in ieder geval nu al... We zijn al met de tweede bezig. Oké, we zijn nu met de derde bezig. Dit gaat nooit lukken. Oké, dit gaat echt nooit lukken. Oké, snel. De vierde. 6.5 hours later. 9. Oké. Ik ben bezig met de 9e. De laatste. Oh nee, linksboven geeft hij aan dat ik bijna geen conditie meer heb. Dat ik bijna niet meer kan. Maar let's go, ik ben er bijna. En ja, het is me gelukt. Gefeliciteerd, het is je gelukt. Dankjewel, let's go. En dit is niet zomaar een auto, een supercar van Spider-Man. Dit is namelijk een Lamborghini Veyno. En dit ding is enorm snel. Hij is enorm duur. En het leuke aan dit ding is dat hij ook nog eens een superkracht heeft. Dit ding kan namelijk vliegen. Ja, ik meen het serieus. Hij kan vliegen. Let's go. Ik kan letterlijk vliegen. Kunnen we dan ook hier onder de zeppeling door? Oh, nee, dat is er doorheen, denk ik. Oh. Auw, dat was niet de bedoeling. Waarom zijn we alle twee dood gegaan? Het leuke aan deze auto is dat hij ook enorm snel kan. Hij kan ook vliegen dus. Wat zo net niet helemaal goed ging. En nu trouwens ook niet. Oh! Oké, ja. Nee,
Dat ging niet goed. Maar deze auto is ook zo enorm snel. We gaan hem eens even uittesten in de stad. Let's go, 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 let's go. Moet je kijken hoe snel dit ding is. Wajo, kijk uit de vrachtwagen. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Wajo, dat is een verkeerslicht. En, oh, dat was een kastje. We kunnen ook vliegen, gelukkig. Alleen, het vliegen is meer rondjes. Oké, dit is heel gek. Laten we maar gewoon naar de volgende supercar gaan. Ben jij al geabonneerd? Zo niet, doe dat zeker dan even. Want we gaan naar die 200.000 abonnees. En jouw abonnee kan daarmee helpen. En knal ik zeker heel blij dat je hoog. Ik vind deze Spider-Man auto's helemaal niet zo verkeerd. Maar hier komen we aan bij het volgende adres. En dit gaat wel lastig worden. Deze moeten we namelijk ook stelen. En dit is de auto. Wow, een hele mooie klassieke Lamborghini. Met mooie witte en rode kleuren natuurlijk. Alleen zo te zien staan er ook heel veel beveiligers. Sterker nog, er zijn hier zelfs cameramannen. Dit is dus wel een bekend plekje. Ik heb wel een goed idee. We zetten deze auto hier neer. Die halen we later wel een keertje weer op. En we gaan hier gewoon naar boven toe. En weet je wat? We pakken wel een wapen erbij. Want anders gaan we die niet redden. We moeten inbreken in dit gebouw. Dit oranje, bruinachtige gebouw. Ik zie daar ook een camera, dus die schieten we neer. Hoppa, camera neer. En oh, ik zie daar een beveiliger. Die schieten we ook neer. Met een suppressor, zodat ze ons niet horen. Oh nee, ik heb politie achter me aangekregen. Oké, we moeten snel wegen ze. We moeten nu heel snel wegen ze. Voordat de politie er is. Go, 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 go. Hier staat toch een beveiliger? Of wie dan ook een geen idee. Volgens mij is het gewoon een beveiliger. Deze ook. Die schiet ik niet neer, want dat zijn geen beveiligers. Oh, hier staat de beveiligers. Let's go. Oh! Hij staat op, hij staat op, hij staat op, hij staat op. En hij is neer. Is het handig om deze auto's in de fik te zetten? Zodat de beveiligers ons niet kunnen volgen? Ik weet het niet. Is dat handig? Ik denk het niet. Want we krijgen alleen maar weer politie en ruzie. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat Spider-Man ook heel erg boos is. Dus ik ben bang dat we zo meteen weer een beveiliger van Spider-Man achter ons aankrijgen. Let's go. Moet hij snel wegwezen. Oh, en de auto's zijn geëxplodeerd. Oh, en daar gaan ze allemaal. Oké, maakt niet uit. Wij gaan ook weg. Oh, 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 we worden beschoten. En de politie zit nog steeds achter ons aan. Maar gelukkig hebben we een enorm snelle, dikke, vette Lamborghini. Dus we moeten vast wel kunnen ontsnappen. En een helikopter achter me aan. Maakt niet uit, we gaan deze ramp maken. Let's go, 3, 2, 1. Let's go. Woe. Oh, de helikopter, die moeten we echt even uitschakelen. Want anders gaan we dit niet redden. Oh, en, oh. We worden echt al achtervolgd door de politie. We moeten echt snel ontsnappen met deze dikke, vette Spider-Man's Lamborghini. Spider-Man is nog niet eens achter ons aangekomen. We moeten ontsnappen van Spider-Man. En we moeten ontsnappen van... van letterlijk de politie. Dat gaat wel lastig iets worden. Oh, ik zie daar iemand vliegen. Oh, wat is dit? Spider-Man! Spider-Man zit op mijn auto. Spider-Man zit op mijn auto. Spider-Man, ik heb een Spider-Man. Het spijt me. Het spijt me. Het spijt me, Spider-Man. Oh, hij is boos. Hij is heel erg boos, want hij schiet op mij. Hij schiet op mij. Oké, Spider-Man zit achter me aan. Letterlijk achter mij aan. Kunnen we ook neerschieten of niet? Dat is niet handig, denk ik. Wie schiet er nou ooit Spider-Man neer? Ja, ik weet het niet. Als Spider-Man achter je aan zit, dan ga je dat wel doen, natuurlijk. Oh, Spider-Man is veel te sterk. Spider-Man is veel te sterk. Moet je kijken, hij zit letterlijk achter mij. Spider-Man, we kunnen dit ook uitpraten. We kunnen dit ook uitpraten. Oh, 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 oh. Wat doet hij? Spider-Man, spijt me. Oh! We moeten wegwezen. Hij komt echt achter me aan. Ik maak geen grap. Ik maak geen grap. En hij rent ook snel, trouwens. Hij rent heel snel. Hij rent heel snel. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Auto! Oh nee, hij schiet, hij schiet, hij schiet, hij schiet, hij schiet. Hij komt achter me aan, hij komt achter me aan. Ik zie dat hij daar achter me aankomt. Met zijn spinnenweb ook vliegt hij naar mij toe gewoon. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oh, wat? Wat zie ik nu in beeld? Oh, ik ben veranderd in Spider-Man. Ik ben letterlijk veranderd in Spider-Man. Waarschijnlijk omdat ik zijn drie auto's heb gestolen. Oké, dit wordt leuk, dit wordt leuk, dit wordt leuk. Pap, 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 pap. Oké, die helikopter moet neer. Daar gaat hij, de helikopter. Later en boom, neer. Nu ga ik jullie pakken. Let's go, boom. En boom. En 3, 2, 1. We gaan ze pakken. Boom, 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 boom. Spider-Man in the building. Alleen, zometeen die andere vijandelijke Spider-Man, die moeten we natuurlijk ook pakken. Die ons ook wil pakken. De echte Spider-Man eigenlijk. We kunnen ook drones inzetten. We zetten drones in voor ons. Pak ze, boom. Boom, boom, boom. Bam, 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 bam. En bam, bam, bam. Pak ze, drones. Pak ze, pak ze. Goed zo, dit gaat goed. Oké, let's go. Laten we nu de eindbaas, oftewel Spider-Man, zelf verslaan. Spider-Man versus Spider-Man. Let's go. Oh, hier is hij. Hier is hij. Hier is hij. Hier is hij. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Oh, hij heeft mij. Hij heeft mij ook. Hij heeft mij. Hij heeft mij. Ik kan niks. Oh, ik ben knock-out. Hier is hij, hier is hij, hier is hij, hier is hij. Pak hem, 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 pak hem. Let's go, let's go. Dit moet toch lukken, zou je moeten zeggen. We pakken een andere aanval. De webshooter. Hier is hij, hier is hij, hier is hij. Oh. Oh. Heb ik hem of niet? Heb ik hem nog niet? Nee, nog niet. Pap, 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 pap. Oh, en ik ben dood. Misschien was dit ook te veel voor het goede. Abonneer, like en klik snel op even deze twee video's binnen 3, 2, 1.